je moet niet in het hoekje stil gaan zitten, denk ik. Maar ik zou gewoon een beetje... Ik zou gewoon een beetje met de groep meedoen en zo. Ja. Maar zeker niet, als je weet dat je niet goed kan, dan ga je niet in het midden van de dansvloer staan. Nee. Bij mij. Nee. Ik doe het heel vaak ook gewoon expres heel raar, weet je wel. Omdat ik zo zit van ja, ik kan het toch niet. Waarom dan nog? Ja. Waarom serieus? Ja, precies. Ik denk wel dat het te leren. Ja, dat wel kan. Ja. Gewoon je lievelingsliedje en dan gewoon dansen. En dan denk je, oh, dit is wel leuk. Of kijk naar de videoclip. Dans slash je voet. Ja, filmpjes op YouTube kijken. Ja, ik zou gewoon heel veel oefenen. Vriendinnen misschien leren oefenen, dat soort dingen. Ik zou ook wel eens dansen voor de spiegel. Voor de spiegel, dat is ook een tip, voor de spiegel dansen. Alleen als je naar een discofeestje gaat, dan is het misschien wel handig om te dansen. Maar voor de rest heb je dansen niet. Maar ik denk nodig. Dat de meeste mensen ook niet dansen om het goed te kunnen, maar meer voor hun plezier en zo. Ja. En ja. Ik denk dat het daarom niet heel erg is als je niet goed kan dansen. Ja. En dit zijn jullie tips op Snapchat. Ga op streetdance. Een lerares kan je van alles leren. En misschien kan je dan wel beter dansen later. Als je op muziek danst, moet je goed naar het nummer luisteren. Als je op de maat van de muziek danst, ziet het er al veel beter uit. Vond je deze video nou ook leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Tina's YouTube kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!